In de diverse raden van commissarissen, RVC, van de staatsbedrijven zijn de voordrachten van de vakbeweging niet gehonoreerd. Dit deelde Robbie Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C47, vandaag mee tijdens een persconferentie. President Chandrika Prasad Santokhi had de vakbeweging verzekerd dat bij de staatsbedrijven waar er een vakbond is, er voordrachten mochten komen voor een lid in de RVC. Het staatshoofd gaf de garantie dat de statuten zouden worden gewijzigd als de opdrachten daarin niet geregeld waren, meent Berenstein. C47 heeft in november 2020 in een brief aan de president om duidelijkheid gevraagd. Maar we kregen, wanneer was dat? Eigenlijk is het antwoord, hè, van het schrijven van 10 november 2020 en het is eigenlijk een kopie schrijven welke de president richt aan de vicepresident. En daarbij geeft hij dus aan dat hij onze brief van 20 november heeft doorgeleid. Of hij leidt het door naar de vicepresident. En hij zegt de vicepresident om aandacht te besteden aan de brief die de vakcentrale heeft gestuurd met al die namen. De achtergrond van waarom, weet je niet, heb ik ook je uitleg gehad. We hebben dus dat als informatief beschouwd. Maar we vermoeden dus, omdat een groot deel van de RVC's waar we afspraak over hebben, die nog niet zijn ingevuld, gaat om ministeries die onder de ABAP vallen. Deze brief heeft de vakbeweging pas in maart ontvangen. Berenstein zegt dat het niet gaat om het invullen van posten door de vakbeweging, maar het garanderen van de bestaanszekerheid van werkers. Hun continuïteit, ja, dat is van groot belang om de bestaanszekerheid van die werknemers en hun gezinnen die daar werken te garanderen. Een wezenlijk deel van de Surinaamse bevolking vindt emplooi bij onze staatsbedrijven. Dus wij kijken een stappen verder van Jereno. Hoe kunnen wij mede helpen om de continuïteit van die bedrijven te garanderen? En in dat kader, binnen die context, hebben we de president teruggeschreven. We zeggen hem met betrekking tot de RVC's van Jere. Die zijn wat geschreven kon Juno. Van die aan de vicepresident richt. Het is informatief voor ons. Ja, want we hebben met jou afspraken. Ja? Dus je hebt die vicepresident geschreven. En we horen binnenkort gaarne wat het resultaat is van die correspondentie tussen jou en de VP. Robbie Berenstein, voorzitter vakcentrale C47. De vakcentrale maakt zich ook zorgen over de continuïteit van de bedrijven.